Goedendag, we zijn hier weer samen voor een interview met de cliënteel van onze schaatsbaan. En vandaag hebben we hier iemand bij ons. En we gaan hem even vragen wat hij ervan vindt van heel de schaatsbaan en de vrijdagavond natuurlijk. Dus wie ben jij? Voilà. Hoe oud ben jij op dit moment? 14 jaar. Wie is je BFF? Best friend of beste vriendin? Moeilijk? Ik heb te veel. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Oké, welke schoolrichting volg je? Ik had neem technisch. Technisch, oké. Hoe heet je op Snapchat? Ik weet niet van jou. Hè? Ik weet niet van jou. Wat is je favoriete app? Dat weet ik niet. Facebook, Snapchat, Twitter? Alles. Heb je huisdieren? Ja, ik heb 2 konijnen, 6 kippen, 2 honden. En nog wat? Ja. En jij zelf? Huh? En u zelf? Oké, vraag 8. Wat maakt de vrijdagavond op de schaatsbaan turnout zo leuk? Ik weet niet, muziek. Oké, dat is eerlijk. Kijk je elke week uit naar de vrijdagavond? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat kan volgens jou beter op de schaatsbaan in turnout? Ja. Enig oogje op een bepaalde jongen of meisje? Nee. Nee? Ah, mij. Ook heel eerlijk. Wat doe je het allerliefste? Schaatsen. Meisjes knuffelen. Wat is je favoriete nummer en muziekstijl op dit moment? Hardstyle. En wat heb je een grandioze hekel? Aan wil je nog graag de groeten doen aan iemand speciaal? Theoan staat daar, dus hè, mannen. Dus als je dat nog niet wist. Hij durfde niet anders. Oké, dat zijn de vragen. Wij danken de Jordi voor dit interview. En we zien u zeker de vrijdag terug, zeker hè? Ja. Ah, voilà. De volgende zijn de deze hier hè?